Yo, Nintendo fans. Het is tijd voor een boss battle. In Paper Mario The Origami King. Want we hebben alle gezichtsloze toads weten te verzamelen. En dat betekent dat we nu naar de dansvloer moeten. En daar zijn we aangekomen. Want er was iemand achter die deur en die zei, waar is iedereen? Ik kom pas tevoorschijn als iedereen met de voetjes van de vloer gaat. Dus, hier zijn we. En ik hoop dat ik alle gezichtsloze toads weer een gezicht kan gaan geven. Ik denk dat ik even met DJ Toad moet gaan praten. Het is je gelukt. Je hebt genoeg toads om een feestje te bouwen. Breng ze maar naar de dansvloer. Dan zien we wel wat er gebeurt. Yo, yo, yo. Dit is DJ Toad met, nou ja, de nieuwste hits. Maar het is wel degelijk muziek. Waag een dansje met die gezichtsloze gedrochten. Gedrochten? Noem je nou gewoon je vrienden, je toads, je matties? Noem je nu gewoon gedrochten? Ik weet niet of ik deze toad wel zo aardig vind. Anyway. Woo! We're grooving. Yeah, we're grooving. Doe anders even de Macarena met z'n allen of zo. Dat ziet er ook altijd wel grappig uit. Oké, jullie dansen beter. Ik ben wel benieuwd. Want volgens mij moesten we die bol kapot maken, die dansbol. Kijk, ze gaan, jongen. Kijk, ze moves hebben. Ze shaken allemaal hun ass ook nog. Kijk, die... Ja. Ja, hoor. Is dit genoeg om de baas tevoorschijn te toveren? Kijk ze. Ze doen de zangerinus, jongen. Zangerinus move. Lekker, man. Lekker. Het is wel een beetje weird, zo allemaal zonder gezicht. Ik hoop zo dat de gezichten terugkomen. Oh, kijk. Daar, ja. Ja. Iemand wordt nieuwsgierig daar. Iemand wordt nieuwsgierig. Kom op, Mario. Haal hem naar buiten. Dat gedrocht daar achter die muur. Oh ja. Ja, hij voelt hem wel. Hij voelt die beat wel. Oh, hij kan zich niet meer inhouden. Daar komt hij. Wat is het? Het is Jovel. Het is... Wat? Is het serieus? Het is zo'n perforator. Het is een perforator! Een perforator! En die heeft gewoon al... Ja hoor. Die heeft gewoon al die gezichten eruit geperforeerd. De disco-duivel. Nee joh. Oké, deze bazen zijn wel weird, man. Olivia zegt, hey, ik weet dat je lekker bezig bent, vriend. Maar je hebt alle toads van het podium gedanst. En je hebt hun gezicht geperforeerd. Deed je dat, zodat ze met je zouden dansen? Wat vreselijk. Ja, jij bent wel echt een eikel. Mevrouw, ik zou nu niet eens kunnen stoppen, al zou ik het zelf willen. Dus ik denk dat het tijd is voor een dance battle. Let's go. Een epische dance battle. We gaan dit doen. Een epische dance battle, jongens. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga swingen tot de zon opkomt. En omdat er geen zon is, gaan we eindeloos door. Kom op. Daar gaan we. Hij zal beginnen met pasjes die zelfs een amateur kan waarderen. Kom op. 1, 2, hup. Oh. Wat? Je knipt gewoon die shit kapot allemaal. Hij maakt gewoon gaten in de vloer. Dit is niet oké. Ik denk dat ik sowieso even dat kistje ga pakken. Want hopelijk ga ik met het kistje gewoon die gaten repareren. En dan ga ik mezelf gewoon naar zo'n gevechtsding sturen. Want dan gaan we wel zien wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het lukt. Nee, dat kistje dat repareert niet de gaten in de vloer. Ik ga eens even met mijn vuurhamer op zijn bakken slaan. Eens even kijken wat er gaat gebeuren. Hoppakee, we hebben een uitstekentje. Die doet 23 HP damage. Dus dat is wel lekker. Dat was een aardig klappie. Top. Had je wat, gozer? Ik zal eens laten zien waar je mee te maken hebt. Hup, 1, 2, yes. Heb ik een... Wow, hij perforeert mijn hoofd. Oké. Dit is niet heel chill. Ik ga de envelop eventjes pakken. Even kijken wat er in de envelop staat. Het gele lijf van de perforator is ontzettend sterk. Hij heeft ergens een zwakke plek. Oh, is dat de onderkant? Ik ga hem nog een keer met de vuurhamer slaan, want ik heb nu dubbel damage gepakt. Oh. Nee! Ik moet dus echt aan de onderkant zijn om hem te raken. Oh my gosh. Oh, kijk, daar is mijn hoofd. Ik moet mijn hoofd terugpakken. Mijn geperforeerde gezicht ligt op de dansvloer. Ik ga eerst eens even de hulp inroepen van wat toads. Dat kan ik denk ik wel gebruiken. Eens even kijken wat die voor ons gaan doen. Die geeft me in ieder geval een hartje. Dus daar ben ik blij mee. Dat heb ik nodig. Ik ga even mijn hoofd terugpakken, jongens. En dan hoop ik dat ik nu... Ja, als het goed is sta ik nu net achter hem. Ik hoop dat ik hem nu kan raken. Kijk, ik heb mijn hoofd weer terug. 67 HP erbij. Ja, kijk, lekker. We zitten weer op de 160. Dit is heerlijk. Kan ik hem vanaf hier raken? Ik denk het wel. Ik denk dat dit wel moet gaan kunnen. Dus ik ga weer mijn vuurhamer pakken. Dan ga ik hem weer slaan. Let's go. Uitstekend. Yes, weer 23 HP eraf. Lekker. Heerlijk.
Oh nee, ik word weer geperforeerd. Shit. Dit is wel heel naar hoor, dat hij me steeds perforeert. Ik moet wel steeds mijn gezicht proberen terug te krijgen en goed op de hartjes letten. Ik moet steeds HP terugwinnen. Anders gaat dit niet goed komen. Oké, zo heb ik één beurt extra en kom ik weer aan de achterkant bij hem terecht. Dus dat is top. Laten we dit gaan doen. Laten we dit gaan doen. Eén beurtje extra. Kistje openmaken. Er ligt een hartje op de battlefield. En ik ga hem nu eens met de ijshamer slaan. Dus even kijken hoe dat werkt. Let's go Mario. Twee keer mag je hem slaan. Hoppakee. De eerste is uitstekend. Ik kan beter de vuurhamer gebruiken. Die doet dus meer damage. Ah, dit is jammer. Als ik nou twee keer de vuurhamer had gebruikt, dan zou het nog beter gaan. Lekker. Oké, goed verdedigd. Top. Als het goed is, ligt nu straks mijn hoofd weer op de vloer. Oh nee, hij heeft een super geheime speciale move. Ik ga in ieder geval even wat Toads laten juichen. Dan hoop ik dat ik weer wat HP ervoor terugkrijg. Voor het geval dat zijn speciale move echt mij heel erg veel pijn gaat doen. Kijk, dan zit ik in ieder geval weer op 93 HP. Ik zet nu de knop aan en dan ga ik de aardorigant gebruiken, jongens. Ik heb ook mijn gezicht weer terug, dus ik hoop dat dit gaat lukken. Aangezien die nu zijn speciale move gaat doen. De oplaadaanval van de perforator is een brute tackle. Zoek hoger gebied om schade te vermijden. Ja, daar kom ik nu achter. Dit is toch al te laat. Potverdorie. Nou, ik heb mijn gezicht in ieder geval weer terug. Dan zit ik gewoon weer op 160 HP. En hier is je aardorigant. Let's go. Alsjeblieft, werk. Let's go, Mario. Oh ja, dit is hoger gelegen gebied. Is dit wat ze bedoelen? Is dit wat ze bedoelen? Ik denk het wel. We doen maar 5 HP damage, maar ik sta nu natuurlijk hoog. Kijk, en dan kan hij me niet raken. Lekker, ik heb zijn speciale move ontweken. Lekker voor je, vriend. Nice. Oké, hij lijkt nu in een soort van rustmodus te zitten of zo. Dus ik hoop dat ik hem gewoon van de voorkant kan aanpakken nu. Ik heb de vouwarmen nu, want ik heb de tovercirkel actief gemaakt. Kunnen we hem gewoon slaan? Kijk, we kunnen hem keihard slaan. Lekker. Oeh. Kunnen we hem lostrekken? Oeh, we hebben hem bijna. Oh, we hebben hem bijna. Moet hem nog één goede klap geven, jongens. Oh, we zijn weer geperforeerd. We gaan weer terug naar 93 HP. En naar 83 HP. Oeh, we zijn echt close nu. We zijn close. We kunnen dit, jongens. Let's go. Oké, we kunnen met twee keer zoveel damage nu gaan slaan. Dit moet het einde zijn van onze vriendelijke perforator, volgens mij. Als die geen gekke dingen gaat doen, dan hebben we hem nu gewoon te pakken. Gewoon even met die vuurhamer. We moeten ons niet inhouden. Niet inhouden nu. Gewoon een flinke klap geven, Mario. Let's go. Een uitstekende klap. 28 HP eraf. Ja. En hij ligt op zijn koppie. En hij is weg. Hij is weg. De perforator is weg, jongen. Met je achterlijke dance moves. Wat denk jij nou wel, vriendje? Op. Perforeren. Jij. Met je hoofd. Oh man, waarom moet je mijn pret nou bederven? Het dak ging er net af. Laten we gewoon doorgaan. Disco leeft eeuwig voort. We gaan aftellen. Is het nog niet klaar? Het is wel klaar. Hij is weg. Oh, 3, 2, 1. En hij ontploft. Ja! Het zijn de gezichten van de Toads. Ja hoor, die zaten natuurlijk in dat bakkie van hem. En alle Toads hebben hun gezichten weer terug. Ach, gelukkig jongens. En ja, daar kunnen we het gele lint ook afhalen. Derde lint alweer jongens. We gaan keihard in deze serie. Olivia zegt nu hoeven we alleen nog af te rekenen met dat lint. Dus dat gaan we doen. Toads, jullie smoelwerk is weer terug. Ja, ja, jullie smoelwerk is weer terug jongens. Disco heeft ons gered. Oh, ik ben ook blij voor jullie jongens. Nu kunnen jullie voor eeuwig disco vieren. Hey DJ, heb jij nog wat te zeggen? Dat was echt episch. Volgens mij heb je een dansrevolutie veroorzaakt. Maar heb je niet nog een dingetje te doen? Ja, zeker wel. Maar jij zat hun net uit te schelden. Ik vind dat jij je excuses wel mag maken aan deze 40 vriendelijke Toads. Anyways, wij gaan hier even het lintje eraf trekken. Let's go. Vouwarmen en slaan. Hoppakee. Maak hem kapot. Verwijder het derde lint, het gele lint. Ja hoor, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Lekker! Hoppakeetje, daar versnippert ook het gele lint. Dan moeten we dus alleen nog het groene en het paarse lint. Ja, ja, en dan gaan we Ollie nakken. Oh, en hier kan het feest voor eeuwig doorgaan, maar wel zonder discobal. Dat dan weer wel. Wat is dit? Wat is dit voor een magisch ding? Wat was dat? Oh, dat is de zon! Het is de zon! De zon is terug. Nu wordt het weer heet in de woestijn, jongens. Net zo heet als Nederland op dit moment. Kijk. Het zonnetje schijnt weer over de woestijn, zoals het hoort. En het altaar is ook weer bedekt met zon. Oh, en hier gebeurt nu wat. Kijk. We moeten daar even naartoe, denk ik, jongens. Ik weet niet wat daar is, maar we moeten daar even naartoe. Hoppakee, gele snippertjes. Wie did it, Olivia? Het gele lint
is vernietigd. En we krijgen weer een upgrade voor onze snipperzak, zo te zien. Ja hoor. We kunnen weer meer snippertjes meenemen. Lekker. Weer een lint minder. Hoera. Dat hebben we mooi maar even gedaan. En u heeft ons zo goed geholpen, professor. Joepie, het gele lint is eindelijk weg, zegt Olivia. Goeie Grutte, bedankt dat je mijn gezicht hebt teruggegeven. Dat heb ik nodig deze week. Deze week? Heb je dat niet gewoon altijd nodig? De zon straalt ook weer, alsof er niks is gebeurd. Bedankt. Graag gedaan. Gaan jullie ons alle 40 nu bedanken of wat? Feestje in Zwamstad, je weet toch. Ik ben alweer vergeten wat ik wilde zeggen. Oh ja. Bedankt. Yo, laters. Oh, en de DJ gaat ook mee. DJ, heb jij je excuses al gemaakt? Yo, 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 dat was vet. Bedankt voor je hulp, Mario. Kom me vooral eens opzoeken in het Paleishotel. Ik draai mijn schijven daar dag en nacht bij het zwembad. Zo zorg ik dat ik cool blijf in de woestijn. Ik zie je in het hotel. Oké, we gaan naar het hotel. Maar laten we eerst kijken waar al die toads naartoe gingen. Oh, die gingen gewoon hier uit de tempo. Ze zijn klaar. Wow, de zon is weer terug op haar plek. Wat fel. Dus net alsof we in een echte woestijn zijn. Ja, dat zijn we nu ook, vriend. Wat is er aan de hand, professor? Oh, professor komt nu erachter dat al de tijd de zon de sleutel was. Laten we als de wieden weer gaan naar het zonnealtaar gaan. Oké, let's go. Jij hebt mij geholpen, ik ga jou helpen. Naar het zonnealtaar! En dat zonnealtaar, dat was volgens mij hier zo. En dan hier naar links. Ja, kijk, daar is het al. Wow, kijk die big ass Koopa Paratroopa, jongen. Dat dacht ik al. Kijk hier eens. Er is een of andere ingang geopend naar het altaar. Wellicht vinden we hier wat we zoeken. Een aanwijzing over de verloren beschaving. Let's go. Ik ga je helpen. Nu snap ik het. Jullie hebben de ceremonie met deze zonnewier ook uitgevoerd. Maar de zon was er niet. Nu die terug is, is het pad onthuld. Wacht maar tot ze dit horen op de universiteit. Mijn lezingen gaan razend populair worden. En Olivia snapt er ook niks van. Maar die is gewoon blij dat de professor zo blij is. Zonder jullie twee was het natuurlijk nooit geluk als jullie de zon niet terug aan de hemel had gezet, was dit misschien nooit open gegaan. Ja, laten we snel gaan. Ik wil niet praten. Let's go. Hij zegt, misschien vinden we hier de legendarische Captain Toad. Oh, is dit ook een graf? Of leeft hij nog? Het zou chill zijn als hij nog leeft. Wat is hier gaande? Olivia zegt, ligt het aan mij of is die ijs en ijskoud? Ik dacht dat we de zon hadden teruggebracht, maar waarom is het hier zo fris? En de professor zegt, dat kan ik wel uitleggen. We zitten wel in de woestijn, maar we zitten zo ver onder de grond dat de warmte hier deze plek niet bereikt. Het gebrek aan zonlicht kan deze kou niet verklaren. Oh, toch niet. Oh. Wat mag dat dan wel zijn, zegt professortje. Wow, dit is een of andere grote vriescel. Daarom is het dus zo koud hier. De koelingstechniek is nog geraffineerder dan die had er even dromen. Alle diploma's nog aan toe. Er zit iemand in. Is het Captain Toad? Het is Captain Toad. Hij bestaat echt. Dit is geen schamele aanwijzing. Dit is hemzelf. We moeten hem bevrijden. Hoe gaan we dat doen? Kijk, zo gaan we dat doen. We hebben hier namelijk origantenkracht. Go, Olivia. Je mag weer Moltres worden. Je mag weer de super toffe Phoenix worden. De vuurorigant. Ja hoor. En daar is die. De super grote vuurvogel. Super vet. Hoppakee. Hey, doe dat ijs even smelten. Deze toad lijkt serieus op Doctor Strange van Marvel. Wat een baas. Ik ben nu al fan van Captain Toad. Hopelijk leeft hij nog. Zullen we... Oh, ik wou hem net een klap met de hamer geven. Maar hij is er alweer. Hij zegt, dat is niet nodig. Papier is er niet op gebrand om met vuur in aanraking te komen. Hij leeft en hij spreekt dezelfde taal als wij, min of meer. En hij gaat zichzelf voorstellen. Ik ben de toad die bekend staat als Kapitein Toad. Ik heb het oneindige verloop der jaren doorstaan. Deze bevroren gevangenis. En nu ben ik vrij. Goeie grutte, dit is hem. De legendarische Captain Toad. Hoezee, eindelijk kan ik zeggen dat ik iemand van de verloren beschaving heb ontmoet. Tijd voor serieuze academische kwesties. Het is een simpele vraag die onderzoekers en archeologen al talloze jaren bezighoudt. En nu kan hij die vraag eindelijk gaan stellen. Ze hebben het dieet van de verloren beschaving bestudeerd. Er is één vraag die ze niet konden beantwoorden. En dat is hoe ze hun koffie dronken. Wat de hel? Wat is dat nou weer voor een vraag? Ja, Piet, voor deze ene keer ben ik het met je eens. Oké, mazzel Piet. Mazzel! Jongen, jongen, wat is dat nou weer voor een vraag, joh? Melk en 3 klontjes, ja, simpel als dat. Gaan ze het over koffie hebben hier? Wat een doorbraak, zegt hij. De verloren beschaving is vast meer vergeten over koffie dan wij ooit zullen weten. Dat is de enige vraag die je wilde weten, hoe hij zijn koffie dronk. Oh, gosh. Captain Toad zegt, momenteel ben ik als een vogel in een kooi. Ik hunker naar een zeereis aan boord van mijn Merino, diep onder de woeste golven. Zijn je nou Merino? Oké, de Super Merino. Oh, die staat in het museum. Dus mijn Merino bevindt zich in een museum. Daar hoort zij niet thuis. Zij verlangt naar vrijheid. Ik dank u, vreemdeling. Ik weet nu wat mij te doen staat. Hij gaat de Supermarino ophalen. Professor Toad die bedankt ons ondertussen voor onze hulp. En Olivia zegt, nee, wij moeten jou bedanken. Want ja, je hebt ons ook geholpen. Ja, wij gaan het volgende lint zoeken, Olivia en Mario. Een paars lint in de grote zee. We moeten naar de Tooddorpie. En zo hebben we ook alle
Toads gered hier op de grote imposantvlakte. Professor Toad die huppelt nog even vrolijk met ons mee. Ja, ik denk dat het afscheid alleen wel steeds dichterbij gaat komen. Oeh, kijk die kleurtjes hier. Zwamzas ziet er ook weer vet levendig uit. Ja, dit ziet er nog toffer uit dan dat het al was, jongens. Deze Toad is lekker aan het spelen hier met die Shy Guy. Oh nee, met die Sniffet. Het is geen Shy Guy. Maar ik wilde nog even terug naar Zwamstad, omdat ik zijn itempie nog even wilde kopen. De verborgen blokkenbel. Let's go, 8000 muntjes. Ik kan het nu wel hebben, want ik had toch 17.000 muntjes over. Hij is door zijn voorraad heen. We kunnen niks meer kopen. Alright man, tot de volgende keer. En we kunnen nu ook hier langs. Konden we net ook al hier langs? In ieder geval liggen hier wat tootjes. Zo, superveel! Toads! Oh, zijn jullie boos? Poeh, het is bijna vuilnisdag. Ja, dus waar, moet je dan boos op mij zijn als het bijna vuilnisdag is? We kunnen nog even deze poort openen. Is dit een poort? Ja, dit is weer een poortje naar Starbucks, jongens. En professor Toad zegt, ik wacht hier wel even. Waarom wacht je? Je wilde net weten hoe professor Toad zijn koffie dronk. Dan wil je toch hier naar binnen? Hé, hey Piet! Ik heb je maat gevonden! Nou, Piet ligt te slapen, jongens. Dit is Piet zijn mattie. Ho, 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 jeetje. En ho, wat mag het zijn, makker? Nou, doe maar een lekkere sombrero melange. Oh, lekker. We jammen graag met z'n allen, zegt deze sombrero guy. Ga zitten, bestel iets lekkers en geniet van de show. Oké, chill. Lekker bezig, guys. Lekker bezig. Mooi concertje. Oh. Is het al klaar? Het is al klaar. Hey, later. Bedankt, Piet. En bedankt, ik weet niet hoe je heet. Maar anyway, bedankt. En jij, bedankt voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar Kapitein Toad en de San Marino. Of... heet dat ding nou zo? De Submarino? In ieder geval de onderzeeër van die gozer. En die staat in het museum. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon. En op dit moment heel veel Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!